Heel erg bedankt voor de 2000 abonnees. En bij de 2500 abonnees komt er een Wie is de Mol giveaway aan. Dus abonneer vooral hier beneden om kans te maken op die giveaway. In deze video een hint in de leader die ons de mol aanwijst. De waarzegster verraadt de mol. En nieuws over een extra Wie is de Mol seizoen? Hey alle, ik ben Tim en ik neem elke week de hints en theorieën van Wie is de Mol met jullie door. Voordat we beginnen met deze video wil ik jullie vragen om deze video even te liken als jullie iets hebben aan de aankomende theorieën. Laten we dus snel beginnen met een paar hints en theorieën. Allereerst een hint van Lieselotte uit de WhatsApp groepsapp van mij. Steeds na de aflevering, helemaal aan het einde, zie je een paar seconden van het programma Maestro. Tijdens Maestro zag je aan het einde van die aflevering ook een paar seconden van Wie is de Mol? Waarin Rick Wie is de Mol zegt. Is dit een hint naar Rosario als mol? Want Rosario heeft namelijk vorig seizoen van Maestro gewonnen. Dan ten tweede kijken we even naar het busje waar Jip een Topito-deel ontvangt van de waarzegster. Hier liggen op de grond in het busje namelijk schoenen. En deze schoenen lijken erg op de schoenen van Anna. Is het een hint naar Anna als mol of zijn dit de schoenen van een productielid? Dan heb ik een leader hint gevonden. Als we namelijk kijken zien we in de leader ineens het volgende voorbij komen. Als we dit langzaam afspelen dan krijgen we een drietal personen te zien met maskers en smink op. Echter hebben we de tweede persoon niet gezien in aflevering 1. Zouden we deze persoon misschien aan Rosario kunnen linken? Dat zou logisch zijn aangezien Rosario in aflevering 1 een andere haarstijl heeft dan in aflevering 2. En ook is te zien, als je goed naar de ogen kijkt van Rosario en naar de ogen van de persoon met de smink op, dan kan dit overigens een beetje overeenkomen. Wil jij elke week hints en theorieën zien over deze topkandidaten? Dan kan je ook de WhatsApp groepsapp joinen en de link daarvan staat hier beneden in de beschrijving. Dan nog iets opvallends uit aflevering 1, opdracht 3. In dit shot is namelijk te zien dat Kees achter Rian en Babs aan wil lopen. Maar hij wordt natuurlijk teruggeroepen door Anna en Tooske, want hij moet helemaal niet mee met Rian en Babs. Als mol weet je uiteraard wat je moet doen in een opdracht. Maar zo te zien weet Kees dat juist niet. En zouden we hem dus eigenlijk al kunnen afstrepen als mol hierdoor? Dan nog iets verdachts in aflevering 1, opdracht 1. Mollejagers heeft namelijk enigszins uitgezocht welke kandidaten er als allereerste bij de waarzegster kwamen. Dit heeft hij gedaan door middel van kaarsen. Hij heeft twee onderwerpen gemaakt. Bij een grote kaars, dus vrij vroeg in het spel, want een kaars gaat natuurlijk van loop der tijd afbranden, kwamen Justin, Fons en Jip. En bij een wat kleinere kaars, dus wat later in het spel, kwamen Tooske, Anna en Rosario in beeld. We weten dus wel bijna zeker dat Tooske, Anna en Rosario als een van de laatste binnenkwamen. En dat wil de mol niet in deze opdracht. Aangezien de mol zich natuurlijk ook nog moet sminken, of natuurlijk de rest van die kandidaten moet gaan saboteren. Verder blijven er ook wat kandidaten over en dat zijn Rian, Kees en Babs. En die zijn niet te zien met kaarsen in beeld. Nou weten we dat Babs natuurlijk is afgevallen. Maar Rian en Kees zouden volgens de edit en mijn eigen gedachten daarbij waarschijnlijk samen dan in de finale komen. De makers weten overigens nu natuurlijk al wie er in de finale staan. Een korte uitleg hierover dat Rian en Kees samen in de finale staan is dat er beide geen kaars in beeld is waarin je kan afleiden wie er dan eerder in de opdracht bij de waarzegster is. Dus heeft Rian bijvoorbeeld een grote kaars dan is het waarschijnlijk heel erg goed te leiden dat Rian als een van de allereerste kandidaten is geweest. Stel Kees heeft juist een kleine kaars, dan is Kees juist heel erg laat. Dus stel Kees en Rian komen in de finale, dan zouden wij natuurlijk terug gaan kijken in opdracht 1 om te kijken wie er eerder in de opdracht is, Rian of Kees. En dan zouden we natuurlijk al vrij snel de mol kunnen weten. Nou ja, dit willen de makers niet. En daarom denk ik dat ze dat expres niet in de montage hebben gehouden. Hierover ga ik in de aankomende procast even verder praten. Dus mocht je meer van deze theorieën willen weten,
Kijk of luister dan vanaf aankomende dinsdagochtend om 8 uur naar de podcast op YouTube of Spotify. Dan nog even over de waarzegster. Vorige week viel het op dat op Instagram de waarzegster maar één kandidaat volgde. En dat was Anna. Hierop volgde toen Mol Lotte het hadden opgemerkt ineens Fons als extra gevolgde kandidaat. Maar als we nu gaan kijken, volgt de waarzegster ook Rick van de Westerlaken, redacteur Charlotte en het officiële Instagram-account van Wie is de Mol. Is Anna hieruit de mol of is het allemaal een beetje toeval? Wil jij nog meer hints en theorieën? Volg mij dan snel op Instagram, @Tim_. Ik zie je daar. Goed, dan gaan we ook weer even terug naar mollenstreken. Afrotros heeft namelijk bevestigd bij de Telegraaf dat het puur toeval is dat mollenstreken afvallers heeft gespoilerd. Maar ik vind het zelf best vaag om dit te geloven. Ik snap dat het twee redacties zijn, maar tot twee keer toe de afvallers spoileren valt best wel op. Wat we nu weten is dat Kees ook nog rood was op de foto van Jip. En er is ook een nieuwe foto op Instagram gespot door Tom. Hier is namelijk rood licht op het mollenstrekenbord te zien, waar toevallig Justin op staat. Dus Justin is daar rood. Mocht Justin of Kees afvallen in de volgende aflevering, dan geloof ik Afrotros met hun berichtgeving toch niet echt meer 100%. Dan nog een hint in de Molympische Spelen. Het lijkt namelijk wel alsof Tooske de letter M aan het uitbeelden is in dit shot. Kan natuurlijk ver gezocht zijn, maar is wel leuk gevonden van mollenjagers. Dan tot slot zijn er geruchten van een nieuw Wie is de Mol seizoen, maar met onbekende Nederlanders en presentatrice Hila Noorzai die het zal presenteren. Het gaat rond namelijk op het wieisdemol.com forum dat er een nieuw programma komt wat door IDTV, het productiebedrijf achter Wie is de Mol, geproduceerd wordt. En waaraan mensen ouder dan 23 zich voor kunnen aanmelden om deel te nemen aan dit spel. Maar als we lezen wat voor soort programma het is, lijkt dit heel erg op het concept van Wie is de Mol. Tijdens deze reis staan er verschillende fysieke en psychologische uitdagingen op de deelnemers te wachten. Wat voor speler ben jij? Er gaan dus ook best wel geruchten rond dat ze misschien een seizoen of een jubileumseizoen gaan maken met onbekende Nederlanders. Pak op het wieisdemol.com forum zegt hierbij dat het bevestigd kan worden dat er een nieuw seizoen van Wie is de Mol komt met onbekende Nederlanders. Pak was in september op de eerste selectiedag waar een deel van de Wie is de Mol crew aanwezig was. Pak heeft zich er stil over gehouden, maar vond het gaaf om daar natuurlijk onderdeel van te zijn geweest. Verder zegt Pak ook nog dat ze op de selectiedag geprobeerd hadden om Wie is de Mol te verbloemen. Maar de hele selectieprocedure ademde Wie is de Mol. Zelfs de locatie was een oud industriegebouw. Nu zijn er ook al veel media die er een artikel over hebben geschreven. Verder had ik in 2023 in dezelfde speculatievideo gezegd dat een bron heeft gezegd dat het land van dit seizoen ook Japan zou zijn. Halverwege de reis naar Japan gaan om daar het tweede deel van het spel te gaan spelen. Ik zelf snap niet echt de combinatie tussen Mexico en Japan. En nu zijn de geruchten dat het onbekende seizoen zich juist afspeelt in Japan. Wel is goed om te weten dat het seizoen waarschijnlijk alleen te zien gaat zijn op NPO Start. Maar dat is overigens wel gratis om te kijken. Maar moet ik wel zeggen dat het dan wel jammer is dat het dan toch niet op tv verschijnt. In ieder geval heel erg interessant om natuurlijk ook te bedenken dat op 19 november 2024 Wie is de Mol exact 25 jaar bestaat. En ik ben dus heel erg benieuwd of dit seizoen er gaat komen. Laat vooral in de reacties weten wat jij denkt van dit nieuwe seizoen. Voor nu wil ik jullie natuurlijk weer bedanken voor het kijken naar deze video. Abonneer voor meer en dan zeg ik tot laters.